Het is vrijdag 20 augustus. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Twee arrestaties in verband met schietpartij in Rotterdamse Oleanderstraat. Politieagenten presenteren boek met hun verhalen over de strandrellen. En bewoners willen geluidsscherm weg. Ze hebben helemaal geen last van Randstadrail. En hier is alvast een korte blik op het weer. Hier is Ed Aldus. Zaterdagochtend is het bewolkt, teleurstellend weer. Misschien zelfs wel een spatje regen aan zee. Pas in de middag komt de zon er vaker aan te pas. En afhankelijk van de hoeveelheid zon wordt het ongeveer een graad of 24. De politie heeft in verband met de schietpartij in Rotterdam-Bloemhof twee mensen gearresteerd. Het gaat om een 24-jarige vrouw uit Vlaardingen en een evenoude man uit Rotterdam. In de Oleanderstraat werden woensdagavond een vader en een zoon op straat voor hun deur neergeschoten omdat ze een wildplasser aanspraken op zijn gedrag. De 18-jarige zoon was er ernstig aan toe. Hij is inmiddels buiten levensgevaar. De 45-jarige vader mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het is niet bekend of een van de aangehouden verdachten ook de schutter is geweest. De gearresteerde vrouw is de eigenaresse van een auto die na het schietincident in de wijk was achtergebleven. Het is natuurlijk walgelijk dat als een vader een aantal jongens die kennelijk in de onmiddellijke nabijheid van zijn woning aan het plassen zijn en zegt van jongens, maar dat doe je hier niet. Dat het antwoord daarop niet sorry is, maar het trekken van een wapen en vader en zoon neer te schieten. Dat is walgelijk, dat past alleen maar een gevoel van walging bij. Volgens buurtbewoners zijn er al langer problemen met hangjongeren die op het Oleanderplein rondhangen. Om meer problemen in de wijk te voorkomen, heeft de deelgemeente meteen maatregelen getroffen. Preventief fouilleren, 24 uur toezicht van de politie. En wij zaten te twijfelen over het plaatsen van mobiele camera's. We hebben het ook aan de bewoners gevraagd van goh, we kunnen nog meer toezicht uitoefenen, maar dan gaan we mobiele camera's plaatsen. Nou, zij wilden dat heel graag, dus dat gaat ook gebeuren. Dit, zoiets gebeurt en gelukkig leven de mensen nog, maar het had ook gewoon al heel fataal af kunnen lopen. Vind ik dat je dat gewoon serieus moet nemen en je moet ook gewoon direct met maatregelen komen en niet voor de korte termijn, maar dan moet je ook gewoon met elkaar zeggen van joh, we hebben er heel veel aan gedaan, maar kennelijk was dat niet voldoende, we moeten gewoon veel meer gaan doen. Ook de stadsmarinier laat weten dat hij voortaan meer in de wijk te vinden is. Nu dat het hier gewoon veel ernstiger is dan kennelijk is verondersteld. En dat is ook de reden waarom de stadsmarinier ook zich persoonlijk gaat vestigen met een tweede kantoortje. Hier in de straat, midden in het gebied. Om van bewoners ook te horen wat de klachten zijn, wanneer het aan de hand is. En om dan vervolgens samen met de politie ervoor te zorgen dat de overlastgevers verdwijnen uit deze wijk. Gisteravond werden bewoners van de wijk bijgepraat door de deelgemeente. Over 3 weken is er opnieuw een bijeenkomst. Dan wordt besproken of de nieuwe maatregelen de veiligheid in de wijk hebben verbeterd. Spoedassistentie Hoek van Holland. Dat is de titel van het boek over de strandrellen bij het Sunset Grooves Feest zondag een jaar geleden. Agenten beschrijven wat ze die avond hebben meegemaakt. Het boek werd vandaag door korpschef Aad Meiboom overhandigd aan minister Hisbalin. Bij de overhandiging waren ook 2 agenten die in het boek hun verhaal doen aanwezig. Zoals Annemiek, die bij de brede politie zit en die avond de belaagde agenten heeft helpen ontzetten. Wij hebben gewoon gedaan wat we konden. We hoorden zoveel paniek en zoveel mensen schreeuwen om hulp. Dat wij gewoon gechargeerd hebben op de schimme mensen, want er was geen licht. Dus wij zagen ook heel weinig. En uiteindelijk blijkt gewoon dat we op het juiste moment, de juiste tijdstippen onze collega's ontzet hebben. En gered hebben, of in ieder geval dat die weg konden. Dus ja, dat is voor ons natuurlijk ook wel een heel euforisch gevoel. Alleen op dat moment zelf hadden wij dat niet zo in de gaten. Heb je geaarzeld of je de menigte wel in durfde, ook al zat je op een paard? Nee, geen seconde. Op het moment dat je hoort dat je collega's echt zo in nood zijn en gewoon in de stemmen hoor je dat er zoveel paniek is, ja, dan ga je er gewoon voor en dan wil je hun gewoon helpen. En dat is wat wij ook gedaan hebben. Ook haar collega Ron was erbij. Hij is een van de agenten die op Robbie van der Leden schoot. De 19-jarige jongen die bij de rellen om het leven kwam. Eigenlijk vanaf 22 augustus vorig jaar tot nu, de eerste periode veel intensiever,
ging het steeds over ons. Het ging over de agenten, hoe ze hadden moeten doen, hoe ze hadden moeten optreden. Het ging over de korpsleiding, wat ze hadden moeten doen. En ik denk dat wij met ons verhaal kunnen vertellen dat wij niks anders hebben kunnen doen. Dat wij met de collega's die daar hebben gestaan gewoon goed werk hebben geleverd. Als je de vraag wilt beantwoorden, wat is er chronologisch precies gebeurd of is er een schuldvraag te beantwoorden, dan moet je het COT-rapport lezen of dan moet je het strafrechtelijk onderzoek lezen. Dit is een hele andere kant, dit is de menselijke kant. Ik ken deze verhalen, want ik heb veel van onze agenten ook persoonlijk gesproken de afgelopen tijd. En het is denk ik goed om dat gewoon te delen met het publiek. Te delen ook met andere politiemensen, met andere politiekorpsen, om hier eens goed naar te kijken. Want ja, het meest ultieme wat de politie heeft is een wapen. Maar zelfs als hooligans niet eens voor een wapen terugdeinzen, wat dan nog? Geluidshinder? Nee hoor, bewoners van de Westpolder in Berkel en Roderijs zeggen geen enkele hinder van Randstad Rail te hebben. Toch wordt er een geluidsscherm opgetrokken, tot ergernis van omwonenden. Het scherm zou lelijk en bovendien overbodig zijn. Waar zijn toch de schaapjes gebleven? Sinds een week kijken de bewoners van de vesting in Berkel en Roderijs aan tegen dit geluidsscherm. Bedoeld om de straat te beschermen tegen het geluid van Randstad Rail. Maar de omwonenden willen hun uitzicht op het weiland terug. Het geluid is niet minder en het zicht is afschuwelijk geworden. Eerst keken we op schaapjes als ik 's ochtends wakker werd. En nu tegen een mooie Berlijnse muur. Weg dus met dat geluidsscherm, maar daar wil de wethouder van Lansinger Land niet aan. Ook al zegt de buurt geen hinder van het geluid van Randstad Rail te hebben. Ja, maar zo simpel is het niet. Wij hebben ook te voldoen aan de normen van de wet geluidhinder. Dus je mag niet zomaar een wijk bouwen waar die blootgesteld wordt aan te veel geluidhinder. Dat mag niet. Kortom, met dit geluidsscherm wordt voldaan aan alle regels. Pech voor de buren die er tegenaan moeten kijken. Pas hem dan aan. Mochten ze er echt niet aan ontkomen dat er vanuit de wet of vanuit het Rijk dat er een geluidswal moet staan. We willen hem niet. Pas hem dan aan. Maak hem iets lager. Want hij zou eigenlijk 90 centimeter hoog worden. Maar hij is nu 1,20 meter hoog. Wat we nu gaan doen is, en dat heb ik aan meneer Lange doen ook toegezegd, is dat wij gaan meten het geluidsniveau. Dat is één. En op basis van de uitslag daarvan gaan we kijken wat ons dan verder te doen staat. En twee, gaan wij ook meten hoe zit het nou met de hoogte van deze wal. Is het nou 90? Is het nu 1,20? 90 moet hij aan voldoen. En ook daarvan gaan wij opnieuw wel met elkaar even in gesprek. Mogelijk zal het geluidsscherm op basis van dat onderzoek worden aangepast. Ik denk van ja, dan is het zonde dat het toch geplaatst wordt. En dan kan het geld misschien beter besteed worden aan iets anders. En ik denk dan bijvoorbeeld aan parkeerplekken, want daar is wel een tekort aan. Ja. Overigens, aan de andere kant van het dorp wordt nog altijd wel gestreden tegen het geluid van de HSL. Die zou daar wel voor geluidshinder zorgen. Sportverenigingen in Dordrecht kunnen vanaf maandag het nieuwe zwembad aan de Sportboulevard gebruiken. Het wedstrijd- en doelgroepenbad gaat dan open voor sporters, tegelijkertijd met de nieuwe sport- en turnhal. Het recreatiebad volgt een week later, zo heeft de gemeente Dordrecht laten weten. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit. De resultaten daarvan worden uiterlijk maandagochtend bekend. De opening van het zwembad was eigenlijk gepland begin augustus, maar toen werd hij uitgesteld omdat er nog geen vergunning was verleend. Maar volgens de provincie zijn de bouwkundige en installatietechnische voorzieningen nu wel in orde. De Bavaria City Race scheurt aanstaande zondag weer door het centrum van Rotterdam. En vanmiddag werd de stad alvast warm gemaakt voor het race-spectakel met een korte demonstratie aan de boompjes. Het voorproefje werd verzorgd door het Renault Formule 1 team. De auto werd bestuurd door de Tsjechische coureur Jan Garus. Aanstaande zondag zijn er tijdens de zesde editie van het race-spectakel ook demonstraties van de Super League Formula, Superbikes Formule 2 en de IndyCars Series. Bavaria City Racing is dus aanstaande zondagmiddag te beleven in de Rotterdamse binnenstad. En diezelfde avond om 8:15 is op TV Rijnmond een uitgebreide samenvatting te zien die elk uur wordt herhaald. De medewerkers van Kozek, het bedrijf uit Puttershoek dat de olieveegarmen heeft gemaakt, waarmee de Amerikanen de olie die de afgelopen maanden in de Golf van Mexico is gelekt opruimen, zijn weer terug in Nederland. Vanaf april dit jaar lekte er in totaal zo'n 800 miljoen liter olie uit een bron in de Golf van Mexico. Arie van den Adel gingen namens Kozek heen om de Amerikanen te helpen bij het gebruik van de veegarmen. Toen hij aankwam was de grootscheepse opruimactie al in volle gang. We kwamen eraan op Macondo
En daar, ja, daar waren wel 200 schepen op dat moment bezig. Er waren groepen mensen bezig met de olie te verbranden. Bij de wel zelf waren dus misschien wel 100 schepen bezig om beneden dingen te kunnen verrichten. Dus dan was daar, damrak, zeg maar, zo druk. Ondanks de grote hoeveelheid olie die in zee lekte, was het spul niet duidelijk te zien. Eigenlijk zag je heel weinig, want het gebied is zo immens groot waar de olie dan dreef. Je ziet vlekken en iedere dag kwam een paar keer een vliegtuigje over die dus aanwijzingen gaf aan het centrum van BP aan de wal, waar dan bepaalde grotere vlekken waren. En daar werden wij en andere schepen dan naartoe gedirigeerd om die olie dus op te vegen. Met de veegarmen wordt de drijvende olie uit het water verzameld en vervolgens weggepompt. Ook nu bleken de veegarmen goed te werken, al werd er niet zoveel olie op gepompt. Precies de hoeveelheid is moeilijk te zeggen, want die gegevens gingen rechtstreeks naar BP. In het totaalpakket wat ze dus op televisie daar aangaven, dat er ongeveer maar voor 3% olie is opgeveegd. En het rest is eigenlijk niet boven water gekomen. Nee, want het is niet dat de olie boven is gekomen naar de rand gezakt, maar die olie is gewoon onder water blijven hangen. Ondanks de kleine olievangst is Arie toch tevreden over zijn bijdrage aan deze opruimactie. A, is het leuk om erbij betrokken te zijn en B, we leren er een hoop van. Ja, want dan zie je dus zelf dat wat er dus ooit bedacht is, dat dat ook goed te werk gesteld wordt. Ja, en dat dat daadwerkelijk dus kubieke meters olie oplevert, die we dus aan boord kunnen krijgen. Dus dat is wel belangrijk, vind ik. Ja. Medewerkers van Diergaarde Blijdorp hebben vandaag in Rotterdam-West naarstig geprobeerd een ontsnapte kapgier te lokken en te vangen. De vogel, een aaseter met kale roze kop en grijzige kap rond de nek, vloog dinsdag weg tijdens een vogelshow in de dierentuin. Sinds die tijd hing hij rond in Rotterdam-West, waar hij donderdag neerstreek in een boom achter een huis in de Opzomerstraat. Een buurtbewoner die heeft me gebeld. En er is een verzorger gekomen en die heeft proberen te vangen. Maar hij had een kippenpootje van een buurvrouw gehad. En hij had niet zo erg honger meer, dus hij is lekker in de boom blijven zitten, uitbuiken. Hij moet zelf jagen. Ja? Misschien wordt hij wel gewoon. Hij moet zelf jagen en hij moet zoeken naar eten. En vandaag probeerden de verzorgers van de dierentuin de vogel opnieuw te lokken met een lekker hapje. En dat lukte. Maar om hem daarna te vangen, dat ging niet helemaal van een leien dakje. Na deze poging besloten de vogellokkers het toneel weer te verlaten. De kapgier moet eerst maar eens tot rust komen. En dan is de hoop dat hij uit zichzelf weer terugvliegt naar de diergaarde als hij genoeg honger heeft. Dus dringend verzoek van Blijdorp, niet voeren. Inmiddels hebben andere vogels in de buurt, met name meeuwen, ook al laten weten dat deze indringer niet welkom is en beter terug kan gaan naar waar hij woont. En eindelijk zagen we weer uitgebreid de zon vandaag. Of dat zo blijft dit weekend, hier is het alles. Ja, de dag die startte nog met wat van die scharrelbewolking. En Vincent Beck uit Rotterdam heeft daar een hele mooie foto van gemaakt. Maar u ziet er duidelijk ook al de stukken blauw er doorheen. En in de loop van de ochtend werd het eigenlijk gewoon stralend zonnig. Nou, maakt u mooie foto's dit weekend? Stuur ze lekker in naar het welbekende e-mailadres weerfoto@rijnmond.nl. Ja, en met een zuidenwind en natuurlijk ook door de zon ging de temperatuur fors oplopen. Kijkt u eens even, het KNMI-station in Hoek van Holland, 27 graden. Het was de eerste zomerse dag van deze maand augustus. En natuurlijk daarmee ook gelijk de warmste. Nou, vanavond en vannacht is het eerst helder. Een heerlijke avond werkelijk waar om nog lang buiten te toeven. Het blijft nog lang warm namelijk. Maar in de loop van de nacht dan koelt het af natuurlijk naar een graad of 17. Neemt ook de bewolking toe vanaf zee. En dat betekent voor morgen dat de dag teleurstellend zal gaan beginnen. Met name zaterdagochtend is het waarschijnlijk bewolkt. Aan zee zelfs kans op een spatje regen. Windkracht 5 daar uit het zuidwesten. In de middag geleidelijk aan komt de zon er steeds vaker aan te pas. Moet dus echt mooi weer gaan worden, maar pas in de middag. En temperaturen gemiddeld genomen 24 graden. Dat is afhankelijk van de hoeveelheid zon. Als het met de zon meevalt, wordt het ruim 25 graden. Valt het tegen met de zon, dan is het een graadje minder warm. Ja, en dan zondag starten we met zon. In de loop van de dag van het westen uit toenemende bewolking.
Eind van de middag of zondagavond waarschijnlijk, ook dat is onzeker, kans op regen of onweersbuien. 24 graden, maandag enige tijd regen of buien, 20 graden, late opklaringen. En dat is het begin van opnieuw wisselvallig weer en daling van temperatuur. U ziet het dinsdag nog maar slechts 19 graden. En dit was het Rijnmond Nieuws van vrijdag 20 augustus. Meer nieuws op rijnmond.nl. Veel plezier zometeen met FC Rijnmond en ik wens u een mooi weekend. Dag.